Ik ben een meme. Ja, ja. Dan bedoel ik niet ik ben een meme, maar een clipje van mij is een meme en daarmee ben ik dus een meme. Want dat clipje draait eigenlijk alleen maar om mij. En als je mij al wat langer volgt, dan ken je de clip misschien wel. Het is een hele oude. In een ver verleden presenteerde ik de E-divisie en tijdens een van de live-uitzendingen gebeurde er iets aparts. Hey! Ja, Omar. Er was de hele tijd een soort van gekraak dat je kon horen. En terwijl Koen en Frank aan het praten waren, werden ze de hele tijd onderbroken door dat gekraak. Het mag duidelijk zijn dat Heracles echt ongelooflijk van... Stop eens met dat smekken, alsjeblieft! Wat was er aan de hand? Wij krijgen tijdens die live-uitzending die lang duurt soms wat snacks. Ik had trek, ik kreeg een lumpia voorgeschoteld, ik was niet in de uitzending. Ik denk, die lumpia, tjoep, die schuif ik naar binnen. Maar wat ik dus niet wist, was dat de regisseur die normaal gesproken mijn microfoon helemaal uitdraait als ik niet aan het woord ben, dat niet had gedaan. En toen ze erachter kwamen dat het gesmek was van mij, keken ze naar mij. Ik had nog niet door dat ik het was. Ik draai mijn hoofd naar een soort televisieschermpje waarin ik kan zien wat er op dat moment live in de uitzending is. En ik zie mezelf. En ik heb door dat gesmek. Dat komt van mij. Eet gewoon normaal, alsjeblieft. Het lijkt alsof ik zeg gewoon midden in mijn verhaal. En dat clipje, dat al heel oud is, gaat nu heel viraal op social media. Dat is een heel mooi verhaal. De admin van de E-divisie, het account waar dus dat echte clipje ook daadwerkelijk vandaan komt, een uitzending van de E-divisie, die dacht daar anders over. Die had een keer dat clipje gebruikt met een FIFA-meme. Wanneer je aardrijkskundeleraar vraagt of je deze vlaggen kan benoemen, maar je bent een FIFA-speler. Leuke, onschuldige FIFA-meme. Haalde 1 miljoen views. En toen dacht die admin, ik doe het gewoon nog een keer. Haalde ook 1 miljoen views. En nog een keer, haalde ook 1 miljoen views. 2 miljoen views. Ik ben een meme. Weet je ook een leuke tekst? Stuur hem naar me door op Instagram of plaats hem op TikTok en tag me. Dat vind ik leuk. Ik ga naar kantoor. Week Floor! We zijn druk bezig met muziek maken en met video's maken en met onze AVA-show die je later in deze video ziet en de aankondiging die daarna volgt. En dat kan ik wel vertellen, want jullie weten dat natuurlijk. Wij gaan de Ziggo Dome doen. 18 januari 2025 gaat Bankzitters optreden in de Ziggo Dome. Onze eigen show, tering dik. Dat gaan we dus deze week aankondigen na AVA's. En dat zie je op zondag allemaal van deze weekvlog. En wat we ook gaan doen is beginnen met een podcast. Super handig dus om als je druk bent met heel veel dingen iets nieuws te beginnen. Maar de officiële Bankzitters podcast is vanaf vrijdag een feit. Hey, ik ga naar jullie luisteren zo, boys. Maak ze gek. Nee, ja, hij wil nee. Niet mee. Hij moet nee, ik wil wel mee, maar we gaan niet met z'n vieren daar zitten bij 538 en dan achter 3 microfoons. Radio 538. Maar die moet nou professionele hulp hebben. Maak ze gek, ik ga luisteren. Ik zet de radio zo aan. Goed zo. En het tas. En een nieuwe tas. Ja, ja, het stikkertje zit er nog op. €1,95. Ik probeer deze week even extra gezond te leven, goed te eten, veel te sporten. Ik mag niet ziek worden en het wordt me lastig gemaakt. Want gisteren zat ik in de podcast naast Milo, strontziek. En mijn vriendin is ook strontziek. Ze willen mij niet goed zien. Als wij straks moeten optreden en ik ben verkouden, ja, dan klinkt mijn stem natuurlijk helemaal niet goed. Dan kan ik ineens niet zingen. Dus extreem gezond leven de aankomende dagen, niet ziek worden. Dat is het belangrijkste. En wie mij daarbij gaat helpen en wat sowieso ook past binnen de goede voornemens die ik dit jaar had. Met wat gezonder leven, wat beter op mijn voeding letten. Is AirUp, de sponsor van deze video. Om nou in één keer al die zoetigheid uit je leven te verwijderen en je koelkast helemaal leeg te maken, dat kan zwaar zijn, maar AirUp kan daarbij helpen. Want door de zoete dingen te vervangen met water, met een geurpot, waardoor het alsnog zoet lijkt te smaken, maar het natuurlijk door de geur komt die erop zit, dan heb je iets minder die behoefte. Behoefte van zoetigheid, van smaakstoffen, van suiker en noem het allemaal op. En dat gaat mij helpen gezond te blijven deze week. Ondanks dat iedereen om mij heen met enge ziektes uitvalt. Zij gaan mij dus helpen, maar ze kunnen jou ook helpen. En het leuke is dat AirUp nu een pop-up store heeft in Amsterdam, Koningsplein 5. Wij gaan met de Bankzitters ook daarheen. Maar daarvoor kan je de socials van AirUp Nederland in de gaten houden. Dan weet je precies welke datum wij komen. Als je niet bij AVA's was, over een aantal dagen, kan je ons misschien dan daar zien. Dat zou leuk zijn. Daarvan staat ook een link in de beschrijving. En nu is het aan mij de taak om samen met AirUp gezond te blijven. Aan het einde van de dag moest ik richting Amsterdam, waar we een aankondigingsfilmpje gingen schieten voor onze Ziggo Dome aankondiging. We moesten uit de buurt blijven van Milo, want hij mocht ons absoluut niet aansteken. En moet je dit zien? De Ziggo Dome met onze eigen kopjes erop. Het filmpje is al meer dan 1 miljoen keer bekeken op onze Instagram, dus ik ga het niet nog een keer laten zien, want jullie zijn hem al helemaal zat. Ik zit het filmpje nog een keer te kijken en het is zo ongelooflijk ziek. Het is echt bizar. Fucking bizar. Vandaag ook weer belangrijk in het teken van AVA's Live. We gaan repeteren. Daarvoor moet ik naar Veghel.
En dan gaan we een paar geluidstesten doen. En we gaan de staging doen. Een soort van choreografie om te zorgen dat het er wel een beetje als een samenhangend geheel uitziet. Als wij er met z'n vijf op het podium staan. Erg belangrijk dus. Dames en heren, er wordt hier druk gerepeteerd. Nu worden de dansjes worden geoefend voor de intro van de show. Het loopt helemaal uit de hand! De hele avond staat in de fik! Kom, het vapen nu! Niet meer vapen! Dat mag niet meer! Vappen is lekker! Lekker is vappen! Hey Rob, hoe vond je het gaan? Dat ging heerlijk, man! Goed. Dat is wel leuk, want dan zit deze dag van de week vlog er dus op. En dan kunnen we naar de volgende dag. Morgen gaan we... Repeteren. Nog meer repeteren. De show duurt 1,5 uur en er zijn heel veel dingen die we moeten onthouden. Het allerbelangrijkste is je tekst, dat je weet wanneer je moet zingen. Maar wat ook belangrijk is, is staging. Waar ga je staan op welk moment? En dat is allemaal afgestemd op elkaar, zodat het eruit ziet als een geolied geheel. En niet als een losse bende die heel rommelig aanvoelt voor het publiek. Naast de staging hebben we ook, omdat het heel fout is en wij vinden het leuk omdat het er zo fout uitziet, een aantal danspasjes die we moeten onthouden. En geloof mij, jij wil niet degene zijn die dat opfokt. En dan moet je tussendoor ook nog eens proberen te genieten. Ja hoor, is goed. Ik ga wel gewoon weer lekker gamevideo's maken. Dat is een stuk makkelijker. Ik bedenk nu ook dat ik Victor al heel lang niet heb laten zien. Hij is een beetje gegroeid. Wow, wat is die dik. Dit is Victor nu. Victor is een beetje gegroeid. Een beetje hard ook. Als je hem naast Socrates zou zetten, iets groter. Stond in principe niet bij de gebruiksaanwijzing dat hij zo groot zou worden. Zorg dat allemaal jongens eten. Vandaag repetities, gisteren repetities, oprecht 9 uur 's ochtends. Net als het een beetje licht begint te worden, de deur uit. En dan 9 uur 's avonds als het weer donker is, thuis. Maar alles voor het goede doel. Alles om te zorgen dat onze AFAS-show voor de mensen die er zijn, de allerdikste show is waar ze ooit zijn geweest. En dat ze dan hopelijk ook naar Ziggo komen. Vandaag generale repetities en het eerste wat ik ga doen. Ik weet nog niet of ik een volledige mullet ga doen. Of ik daar de ballen voor heb, maar ik ga wel de zijkanten eraf halen. Helemaal eraf. Nee, ik ben niet helemaal eraf. Tot hoe ver moet het? Ja, ik denk dat we beginnen zo. Hé, Kale. Man, ik hoop dat je altijd goed vindt. Ready man, voor AFAS. Vrijdagochtend, nog 1 dag tot de show. Ik moet een beetje haast maken. Wij moeten om 1 uur bij AFAS zijn. Ik kan niet met de auto, want ik blijf vanavond in een hotel slapen. En dan ga ik morgen naar de afterparty. Als ik toch... klein drankje op heb. En met de taxi naar huis. Maar dan moet ik dus nu ook bij AFAS zien te komen. Of met het OV, of ook met een taxi. Ik moet nog douchen, ik moet nog mijn koffers pakken. Ik moet nog mijn ballen scheren. Ik moet opschieten. Dus ik weet niet waarom ik hier zo rustig sta te vloggen. Ik kan maar beter... Hoppa. Wat vind je van mijn opscheer? Bro, wat is dit? Wat een timing ook. Laat me kijken. Neem wel wat. Bro, ik vind het niet gek. Tering. Hallo mensen van de vlog. Wat vind je van haar? Je bent moeilijk genomen. Ja. Maar jij hebt morgen het langste show uit je leven. Bro. Jezus. We hebben morgen gewoon een kapper hier, hè. Maar je kan het wel hebben. Kijk, en daar gaan we voor. Die oren vind ik wel. Ja, dat is het natuurlijk. Ah, mooi, ja, hè? Je ziet het even. Wat vond Lieke ervan? Die vond het ook leuk. Ja? Ja. Maar je wilt maar ze mag er helemaal liegen van jou. En jij ook niet. Het is best leuk. Dankjewel. Ik zag een comment over dat mensen het jammer vonden dat je nu allemaal liedjes zingt in plaats van gewoon de coin sponsor intro. Wil je coins, wil je coins op je team? Ga dan naar die team en doe gelijk dus voor je coins. Jij gaat nu coins verkopen op dealer. Ja. Moet er wel bij, FIBA coins. Ik ben er dus mee bezig. Kijk of ik dat kan opzetten, die productrak. Dat is best wel lastig. Lastiger dan je denkt. Dat gaat via die Chinezen. Daar ja, de credit... Dat valt niet meer te onderhandelen. Creditcardfraude. Hele slechte marges. Chinezen, dat valt niet meer te onderhandelen gewoon. Ik heb er nog geen mooie prijs. Maar nee. Binnenkort, ik ben er best aan doen. Je hebt dat offertes uitstaan. FIBA coins op dealer.nl. Ik ben bezig. Niet zeggen wanneer doen. Niet meteen kijken. Zit iemand te runescapen? Heb je al coins gekocht op dealertjemila.nl? Wat zat je te doen? Niet filmen, niet filmen. Kun je coins kopen op dealertjemila nu? Ja. Ik wil runescape gold. Als het is, ik moet even die koeien uithakken. De Grand Exchange. Heb ik niet. Eindeloos you aan het hakken. Helemaal gek van. Dealertjemila is niet voor maagden. Dealertjemila is voor jongens die FIBA spelen. Voetbal. Echte mannen. Hoe weet OM de dans ontsprongen? Hoe is dat gelukt? Kan ik niet vertellen. Nee, dat is... Mag je van Moskou iets vertellen? Nee, als ik mijn kroongetuigen ga verlinken, dat is niet handig. Die enkelband. Oh, nee, sorry. Maar je scoot ook al bedoeld als ze willen, maar die vouwen mij toch niet. Zit op mijn huid, man. Ik zou ze niet uitdagen, man. Ga je nou de runescapen? Nee. We hebben hem! Just as much the force as we are. Kijk, dat ziet er al goed uit. Is toch zonder dat wij er dan op komen staan. Want dan gaat het er alleen maar minder goed uitzien. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Je
Je bleek richting mij en de dingen die je zei. Dames en heren, maak een heel groot applaus voor Turfy Game! Die bocht moet je in één keer kunnen maken, Milo. Kom aan. Dealertjemilo.nl. Maar wij staan er ook nog, hè? Je moet aan de kant van mij. Zwaar aan de kant. Hoe vond je de generale repetitie gaan? Hij ging te goed. Te goed? Ja, ik hoor net, als je een slechte generale hebt, dan gaat de première vaak best. Dus dat is nu... De vliegen gaat niet op. Dan stoppen we ermee. Zoek het lekker uit met je hele handel. Ik loop hier mijn hotelkamer in en ik ben gelijk helemaal blij. Moet je kijken, zeg. Hallo allemaal. Een bad. Die ga ik toch niet gebruiken. Misschien kan ik ergens wel een nummer van een escort vinden. Het is bijna zonde dat ik hier alleen lig. En ik kom de tabbers aan patrouille. Ik wil meer, bro. Meer? Bro, je hebt echt maar een erg nodig. Nee, ik moet veel, man. Ik wil mijn back voor mijn schaam. Veel meer? Ik hou wel iemand anders mogen, anders via jou op. Ik heb echt nog veel. Nee, dit is wel genoeg voor nu. Thanks. Generale repetitie ging erg goed. Het is wel wennen, man. Je moet heel veel onthouden. En dan bedoel ik niet per se de tekst, maar wanneer wat komt, wanneer je praatje is, wanneer je waarheen moet lopen, waar je dan moet staan, hoe lang je dan moet staan, dat soort dingen allemaal. Maar we hebben nu 3 keer geoefend vandaag. En het zit er echt wel goed in. Ik heb alle vertrouwen in. Het wordt zo ongelooflijk fucking tof. Het is gewoon niet te vergelijken met iets anders. Op het moment dat je op een podium staat en dan is het ook nog eens je eigen show, dan komen mensen voor jou en hebben ze niet een kaartje gekocht voor een festival waar jij dan toevallig staat. Echt specifiek voor jou. Ik maak al 10 jaar lang video's. Ik heb ontzettend veel toffe dingen gedaan, maar ze zeggen wel eens dat optreden een soort cocaïne is. Maar het is echt zo. Het is zo'n ongelofelijke adrenaline rush. En nu alleen al voor een lege zaal met het repeteren, de dingen die je dan aan het performen bent. Het is niet normaal. Echt niet met iets anders te vergelijken. Naar de All Ages Show komt mijn familie, dus dat is heel spannend. En naar de avondshow komt ook wat familie en wat vrienden. Ook heel spannend. Ik ben nu nog niet nerveus, maar ik ben benieuwd hoe dat is als ik morgen wakker word. Ah, gaat nog steeds wel eigenlijk. Goed geslapen, lekker geslapen. En toen sloeg ik de gordijnen open en dit wil ik jullie niet onthouden. Dit wil ik aan jullie laten zien, moet je kijken. Dit is toch een prachtig stukje Amsterdam. Even ontbijten hier in het hotel en dan terug naar de AFAS en dan gaat de dag beginnen. Ik weet eigenlijk niet hoe de dag er verder uitziet. We hebben 2 shows, maar wat we daarvoor allemaal doen, geen idee. 3, 2, 1. Hey! Jezus! Dat wordt een gezeik met opruimen. Nee joh, een fotobooth. Start. Ja, maar waarom ben je dat dan? Ik niet. Bro, 1 op 1. Kijk. En die is leuk. Kijk trouwens de verkeerde kant op. Maar het is wel leuk. Wij weten natuurlijk ook niet hoe die koffer moet zijn. Fucking lelijk. Ja, en dan hebben we nog iets, hè. We hebben dus dit voor onze tune. Ook speciaal voor Milo. Nee joh. Het is helemaal gepersonaliseerd op Milo's eetbehoefte. Hij heeft hem dus al helemaal leeg gegeten vanmorgen. Dus we zijn nu... Mijn mannen mag proberen ze weer te vinden. Maar mooi is... Dit is goed, zeg. Is er eentje kopen, hè? Ja. Kan ik met deze foto betalen? Hij is heel mooi. Waarom lieg je tegen mij? Hoppakee. Nog 2 uur tot de eerste show. We zijn druk aan het voorbereiden. Vorige keer heb ik ook spelletjes, maar ik weet niet meer wat we toen... Ja! Hoppakee. Hop. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zal ik nog een keer 6 gooien? Dat doe ik nog een keer. Zeg niet. Ja! En daar gaan we! Boom! Eerste show. Show 1 was fantastisch. Mensen gingen helemaal los. Het ging ook goed. Er zaten nog een paar kleine foutjes in. Maar dan is het fijn dat je nog een show hebt waarbij het hopelijk beter gaat als het überhaupt gaat lukken. De EHBO is net langs geweest. Niet schrikken. Mijn knie, ik had al gezegd, ik had last. Die is nu helemaal dichtgetaped. En ik hoop dat dat een beetje werkt. Want het is niet best, man. Kijk, je ziet mij vaak in van die video's waarin ik dan moet sprinten of zo. Zoals die 24 uur marathon of 30 dagen sneller worden op mijn eigen kanaal. Dat ik dan van die kousen aan heb. Dat komt omdat ik gewoon oud ben en slechte knie heb. Als ik geen slechte knieën zou hebben, zou ik misschien wel de beste zanger van Nederland zijn. Mijn tante Wieland was de fiets. Blijf hem bezig. In 2025 laat onze meest bizarre droom uitkomen. Jongens, waar staan we over 5 jaar? Zullen we dan? Boom! Ziggo aangekondigd! Ga kaarten kopen! Oh. En nu is het tijd voor de afterparty. Boom! Wat er deze week toch allemaal is gebeurd, dat is niet normaal. Het is zondagavond, ik heb vandaag de hele dag gewoon op de bank gelegen. Ik heb filmpjes teruggekeken op TikTok en op YouTube en eigen video's gemaakt door vrienden en familie. Ja. Het is echt bizar. Oh.
loser! Ja, het is echt een soort droom waar ik in heb geleefd. En de andere jongens natuurlijk ook. Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek. Ondanks dat we dat waarschijnlijk zelf ook nog heel veel gaan doen op onze kanalen of waar dan ook. Het was zo bizar. En het leuke is dat er zoveel mensen zijn die ook al naar Ziggo gaan komen. Het was een beetje spannend. Gaan we een show doen in de Ziggo Dome en gaan we hem helemaal uitverkopen. En zoals het er nu naar uitziet, gaat dat denk ik wel lukken. Inshallah, er komt een tweede show. Dat zou echt bizar zijn. Oei, oei, oei. Ja, ik hoop dat je in deze video een beetje zag dat het een hele leuke, hectische week was voor ons. En ik had niet verwacht dat toen ik dit kanaal begon, dit kanaal heb ik het langst, ik van deze video... Yo gasten, en welkom bij een weekoverzicht van... Schotterlied. Nou, uiteindelijk deze video ging. Die gaat over onze AFA-show en een aankondiging naar een show in de Ziggo Dome. Of je nou van onze muziek houdt of niet, kom naar die Ziggo Dome. 10 jaar bankzitters. Ja, het grootste schuld wordt muziek. Maar ik hoop ook dat er dat we echt iets neer gaan zetten dat leuk is voor mensen die ons vanaf het begin kijken en niet per se ons kennen door de muziek die we maken. Jij wordt bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik zie jullie snel weer. Doei doei!